Dat doe je? Hoe ben je? Hoe is het? Goed. Jan Girard. Goed interview maken, hè? Merci. Alles goed, Jan? Ja ook. Druk nog? Druk? Ja. Ja, ik ben helemaal bezig met de platiekvrouw hier. Ik ben bezig met de broodjes. En ik heb ook een vaderskiclub hier. En een visclub. En de hengelsportvereniging zit er momenteel uit. Tegen weer 4 van de kwakboezen vanavond. Met daar is mij dus. En hoe is het met literatuur? Goed. Mag niet klagen. Pas weer een paar boeken uitgebracht. Onder andere namen. Mag niet klagen, het gaat goed. Alles gaat goed hier. En schilderkunst? Goed. Alles gaat goed hier. Pas het bord afgemaakt. Dat bord. En een bordje, daar. De verdiensten? Goed. Oh, daar mag ik wel niet over klagen, vinden, dat weet je. Maar, niet, maar is het voor de televisie dit? Nou ja. Hollandse televisie. Oh, Hollandse televisie. Nou goed, heel slecht. Verdiensten, slecht. Ik bedoel, kijk, vang hier een vliegende kraai van altijd wat natuurlijk. Maar, dan moet je zo belasting betalen daar in Holland, hè? Ik ga echt sneller dan. Heb je een dubbeltje voor me? Kijk. Wat je ook doet? Oh, geen jaar. Ik ga niet uit. Ja, dank hoor. En met foutjes, hè? Met verhaaltjes? Nee, de foutjes. De vrouwtjes? Ja. Goed, ik ben pas getrouwd. Ik heb mijn verloofde hier. Ik heb nog een andere vriendin hier. Ik heb mijn tussen ook hier. Ik mag niet klagen, ik heb een paar vriendinnetjes van mijn werk af en toe. Wat is dat? Is dat een... Wie is die kerel? Ik ken die ook niet. Wie is die kerel? Die ken ik niet. Nee, wil je wel weggaan? Oh ja. Wat betekent dat eigenlijk creatief? Nou, schilderkunst, boeken, journalistiek. Ja, zie. Het is natuurlijk. Vroeg ik weer. Nou, iedereen kent een boek hier. Ik zou bijvoorbeeld dus, mensen moeten vragen verstaan gaan wie of ze een boek kennen, weet je wel. Never heard of John Kramer. Never did. Heard of Jan Hartog. Yeah, who is he? He's a writer. Jan Kramer is a writer too. I never heard of Jan Kramer. You've been in Vietnam? Yes, sir. Do you know Vietnamese soldiers who know Jan Kramer? No, I do not know any Vietnamese soldiers to know Jan Kramer. Thank you very much. Do you know Jan Kramer, the Dutch writer? Jan Kramer, yes. Yeah, I've read of him, but don't know him personally. What about him? Never heard of? No. Have you heard of Jan Kramer? No. A tennis champion? Yes. Who is he? Young Dutch writer. I never heard of him. Have you heard of Jan Kramer? No, I haven't. Do you know Jan Kramer? Not really. Sorry. Guess who he is. Got me. I haven't the slightest idea. Thank you. He's probably some Indian, right? Excuse me? Do you know Jan Kramer? Oh yeah, the cat who wrote that book. No. Never at all. Jan Kramer? No. Oh, the novelist. Jan Kramer. J-A-N, yeah. Do I know who? Jan Kramer? No. Not the slightest. No. Pardon? An English star, singer or something? He's an author. He wrote I, Jan Kramer. Thank you very much. Not the slightest ID? Who he is? No. I've known the book, yes. No? Jan Kramer? No. Who? Jan Kramer? No. Never heard of? Do you know Jan Kramer, Jan Kramer? Was he a heavyweight? Did he fight in Berlin? Has he fought in Germany? No, he's a Dutch writer. Oh, you
a Dutch fighter, but I mean, has he fought in Germany? No. Never fought in Germany? No. Well, he's never fought here, because I haven't heard of him yet, unless he comes out. He's not a fighter, but a writer. Oh, a writer, I see. Well, so far I haven't heard of him, no. I've heard of quite a bit of writers, but not of him.